een nieuwe video voor jullie. Deze keer heb ik weer een unboxing. De doos klopt niet helemaal, het staat op Melt Cosmetics, maar het is van Jeffree Star. Dit is mijn Black Friday order en ook van de holiday collectie. Hij is een beetje laat, het pakketje is nou best wel vertraagd. Sorry hiervoor, dus mocht je nog een aantal kleuren in dit pakketje zien van de holiday collectie en denken van oh, die moet ik echt hebben. Ik heb gezien dat onder andere Deceased, die hierin zit, waarschijnlijk niet permanent gaat worden, dus... Sorry als ik je een beetje lekker zit te maken voor niks, maar ik wilde dit toch heel erg graag voor jullie opnemen. En ja, ik ben gewoon steeds groter Jeffree Star fan cosmetics... Jeffree Star cosmetics fan aan het worden, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Dus ik maakte de doos open. En dan zie je heel leuk die lipjes van Melt Cosmetics. Hier zit een briefje in, tenminste een papiertje, foldertje, flyer. Jeffree himself en de kleuren van de Christmas Collection. Ik heb designerblad opgehad in de video van de winactie. Die had ik apart besteld op Beauty Bay, omdat ik toch heel erg twijfelde achteraf. En stiekem twijfel ik nog steeds een beetje over Pumpkin Pie. Maar ik heb in deze bestelling alleen Deceased en Sagittarius besteld. Ook omdat ik gewoon heel erg benieuwd was. Crocodile Tears vind ik wel een hele toffe kleur, maar dat is niet echt iets wat ik vaak ga dragen. Dus ja, ik vond het een beetje zonde. Misschien dat ik achteraf wel beter gewoon de bundel kunnen bestellen en andere kleuren kunnen verkopen. Maar voor nu heb ik er maar twee besteld. En nog wat andere dingetjes. Ik vond onder andere het papier wat erin zat ook zo leuk. Wat van die gingerbread cookies en Christmas trees. Oké, ik heb mijn allereerste Skin Frost hier. Daar ga ik zo meteen mee verder, want... Die wil ik even live op camera hier laten zien. Deze video is voornamelijk echt een beetje een unboxing. Ook om te laten zien wat ik heb besteld. En er komt nog een aparte swatch party video. Dus ik heb er hier nog een paar. En ik heb nu vier nieuwe. Ga ik allemaal voor jullie swatchen. En daar komt dus nog een video van. En ik heb hier dus vier nieuwe kleuren. En ik ben echt mega excited. Ik heb voor de twee kleuren uit de holiday collectie de normale prijs betaald. Maar deze twee waren voor de helft of 30%. In ieder geval, dit was Black Friday, dus dit was korting. Ik begin even met de kleuren uit de Christmas collectie. Ik heb hier Deceased en Sagittarius. En of het nou Sagittarius is of Sagittarius, dat weet ik nog steeds niet helemaal. Maar dat is Steenbok, het sterrenbeeld Steenbok. Ik vind het ook wel leuk dat heel veel kleuren van hem, tenminste heel veel kleuren. De andere twee die ik toevallig heb, dat zijn ook namen van sterrenbeelden. En ik vind dat altijd wel cool. Ik heb hier dus de kleur Sagittarius. Ik vind vooral die dop heel erg leuk, dat rood. Ik hou er wel van. Ik ga hem wel even op mijn arm swatchen voor jullie. Ik heb hem nog niet op gehad, dus... Ik heb wel zeg maar gekeken onder andere of de highlighter heel was. Ik denk, ik ga toch even checken stiekem. Maar het is zo goed als eigenlijk nog echt een first impression. Ik ga hem even hier swatchen. Dit is Sagittarius. Beetje mauve, pinky... Ja, hij zou een beetje op Scorpio moeten lijken. Ik heb zelf Scorpio niet, dus dat maakt mij in principe niet zo heel veel uit. Maar zo op mijn hand vind ik het wel een heel tof kleurtje. En Sagittarius is dan weer iets paarser dan Deceased. Dit is Deceased, zoals je ziet een stuk lichter van kleur ook. Een beetje vergelijkbaar met, waar is hij mee vergelijkbaar? Ook weer een beetje met Scorpio, maar dan is deze meer een beetje, ja ik noem het altijd een beetje taupe, een beetje leverkleur. Kijk, als je hier ziet, dit is Sagittarius, als ik het goed zeg. Ja, dit is Sagittarius en dit is Deceased. Als je goed kijkt, ik zal het nog even close-up doen, dan zie je dat Deceased net iets meer, weet je, cool bruin is. En Sagittarius is wel echt meer paars. Dus voor degene die mochten twijfelen of ze niet heel goed op elkaar lijken, ik vind van niet persoonlijk. Ze hebben zeker wel een beetje dezelfde ondertoon, maar deze is echt meer bruin dan Sagittarius. Dan heb ik er hier nog twee. Dit zijn namelijk Gemini en Leo. En dit zijn twee hele populaire nude kleuren. Gemini, dat is tweelingen, voor wie dat niet weet. Ik ben zelf trouwens waterman, mocht iemand dat interessant vinden. Dus Sagittarius, ik ben echt net precies waterman. Dus ik had net steenbok kunnen zijn, maar dat is niet zo. Dus dat is wel grappig. Dit is dus Gemini en dit is een hele mooie nude kleur. En deze heb ik stiekem gisteren al opgehad, maar deze is echt super mooi. Deze formule is ook wat romiger, heb ik het idee. En hij is een beetje te vergelijken met bijvoorbeeld voor de Colourpop kenners Frick & Frack. Dus dat is echt een beetje dat warme nude. Beetje een peachy ondertoon, maar ja, ik vind hem echt super mooi. En dit is een hele populaire kleur die ik ook al heel lang wilde hebben. Dus deze heb ik nu ook. Dan heb ik hier nog een kleur. Dit is de kleur Leo. En Leo, dat is leeuw, sterrenbeeld leeuw. Deze zat in de Fall collectie, dus deze kwam samen met Flamethrower uit. En toen twijfelde ik al heel erg of ik deze kleur wilde, ik heb hem toen niet besteld.
achteraf blijkbaar een beetje spijt gehad. En zeker met die Black Friday order dacht ik, ik ga deze gewoon bestellen. En ik ken nog een heleboel meiden die deze kleur ook echt helemaal geweldig vinden. Dus ik dacht, oké, ik moet deze gewoon bestellen. Ook deze is echt super romig. Ik vind Leo en Gemini iets romiger dan de Season Sagittarius, valt me op. En Leo is echt meer bruin. Dus zoals Gemini, hier zie je echt goed hoe warm Gemini van kleur is. Is Leo echt meer bruin. En ja, ik persoonlijk vind dat heel tof. Het is echt een beetje roestbruin. En ik denk dat je niet een al te warme ooglook ermee moet doen. Wat ik bijvoorbeeld nu op heb, daar zou ik best Leo bij dragen. Maar als ik echt rood op zou hebben, ja, kan ook nog wel. Maar niet de roze tint. Ik zou een beetje bij rood blijven of juist wat koeler gaan. Zodat Leo echt van je lippen afknalt. Maar ik vind het wel een hele toffe kleur. Er waren dit in ieder geval de 4 liquid lipsticks die ik heb besteld. Heel erg blij mee. Vooral met Gemini en Leo. Vind ik echt hele mooie kleuren. En de Season Sagittarius zijn, is wel grappig. Want dit is echt heel warm en dit is echt heel cool. Ja, ik vind ze wel heel erg mooi. Dan heb ik hier nog een doosje. En dit is mijn Skin Frost. Voor degene die, ja, bekend zijn met het merk. Jeffrey heeft inmiddels 7 Skin Frost. Ja, best wel veel. Hij zit echt helemaal in bubbeltjes plastic. Dus hier zit zeg maar papier omheen. Dan bubbeltjes plastic. En hier heb ik de Skin Frost. Dus hij is echt goed ingepakt. Voor degene die dat nog niet helemaal duidelijk was. Deze producten komen echt vanaf de site van Jeffree Star. Daarom heeft het wat langer geduurd. Designer blad heb ik dus besteld bij Beauty Bay. Daar heb je ook Jeffree Star. Dat is een Engelse webshop. Waardoor je een stuk makkelijker Jeffree Star kan bestellen. Heb ik ook al vaak gedaan. Dus mocht je daar over twijfelen of zeggen van nou, ik weet niet of ik het helemaal betrouwbaar vind. Is 100% betrouwbaar. Ik zal wel even een linkje in de beschrijving zetten naar Beauty Bay. Hier heb ik het doosje van de Skin Frost. En hij is echt groot. Hij is echt groot. Want ik was het gisteren even aan het checken om te kijken of hij echt heel was. En ja, heel eerlijk, ik kon het gewoon niet laten. Ik moest gewoon even kijken of het heel was. Want ik weet niet of jullie het verhaal kennen met de King Tut Skin Frost. Dat bijna heel veel mensen hem kapot aankwam. En ik heb hem toen niet besteld, dus ik heb dat niet gehad en zo. Maar dat zou gewoon heel lullig zijn als hij dan kapot is. Dus ik dacht, ik moet dit echt even checken. Want deze is waarschijnlijk limited edition. En wauw. Dus maar goed, mijn vriendinnetje Naomi was hier gisteren even. En die zei ook van, wow, is dat een highlighter? Dat was echt zo van, niet, weet je wel. Die is echt super groot. Maar dit is de kleur Princess Cut. En voor degene die mij al langer volgen, die weten natuurlijk dat ik kapster ben. Dus ik vond Princess Cut wel, ja, heel toepasselijk. Ik vond hem heel erg tof. Je ziet zeg maar een ster en dan 2 J's van Jeffrey. En ja, gewoon, er zit een hele grote spiegel in ook, mooi. Ja, ik vind dit wel echt een ik begrijp wel waarom ze wat duurder zijn. Ik vind ze niet mega duur overigens. Volgens mij kosten ze bij Beauty Bay zo'n rond de 25 euro. En vind ik op zich niet mega duur. Maar het is wel een high-end highlighter. Maar als ik dan zie hoe groot die is, dan denk ik wel van, girl, ik snap het. En even kijken hoeveel gram zat er nou in. Dat had ik gisteren nog ergens zitten lezen. 15 gram, dus dat is wel best wel veel. Ik zal eens even kijken wat een gemiddelde highlighter heeft. Ik heb hier bijvoorbeeld mijn MAC Soft & Gentle Mineralized Skin Finish. Die is wel iets minder highlighter dan echt die Skin Frost. Die zijn wel echt frosty en ik persoonlijk vind dat heel mooi. Deze heeft 10 gram. Maar ik gok dat deze rond de 30 euro zijn tegenwoordig. Dus dit is wel echt duurder. Dus het is goedkoper en je krijgt meer. Dus daar houden we van. Dus ik ga even inzoomen en dan ga ik deze live on camera aan jullie laten zien. Want ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe dat het pigment is. Hoe mooi die is. En ik wil deze gewoon echt aan jullie laten zien. Ik weet niet of dat die nog terugkomt. Of dat die vast in het assortiment komt. Ik weet wel dat er heel veel mensen heel fan van zijn. Dus ik hoop heel erg voor jullie vooral dat die, ook voor de winactie natuurlijk leuk, dat die nog terugkomt. Maar ik heb hem in ieder geval hier in mijn handen. En hij is bijna overal uitverkocht. Dus ik ben heel erg blij. En ik ga hem nu opdoen. Want ik kan echt niet wachten. Jullie hebben net even een vingershorts gezien op mijn hand. Zo ziet Princess Cut er dus uit. Het is eigenlijk zo goed als pure white met een roze ondertoon. En hij is niet echt lila, hij is echt meer roze. Maar ik hou normaal gesproken dus niet echt van hele roze highlighters. Maar ik vind deze toch wel erg mooi. Dus ik ben heel erg benieuwd. Wat ik wel vind is dat het doosje, ik weet niet of je dat goed gaat zien zo, een beetje stroef open gaat. Dus doe wel voorzichtig, want het zijn echt van die doosjes waar je snel met je nagels in belandt. Ze zeggen dat het zonde is om de ster aan te raken, dus dan zal ik het ook maar niet doen.
Ik heb nu gewoon een klein beetje op mijn kwast. Ik weet ook niet hoeveel dat ik nodig heb. Ik zit hier bij mijn dakraam. Dus hier zie je echt het beste daglicht. Hij is vrij subtiel. Er mag iets meer op nog van mij. Maar je ziet echt al wel een glow. Kijk. Die bedoelde ik. Dit vind ik echt super mooi. Als die echt zo kleur heeft. Ja. Andere kant. Weet je wat het is? Hij is niet heel cool. Maar ook niet per se. Zeg maar niet te ijzig. Maar hij is ook wel iets warm. Dus hij is niet gelijk zo heel erg. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Zo'n witte balk. Want op zich vind ik het niet lelijk. Zo'n echt een witte highlighter. Maar dan is het vaak een beetje een heel plastic fantastic gedeel. En vind ik niet altijd mooi. En deze heeft toch ook nog een beetje zijn warmte. Ik ga even voor jullie uitzoomen. Dat jullie even full face kunnen zien hoe dat hij eruit ziet. Zo ziet Princess Cut er dus uit. Hij heeft echt een hele goede shimmer. Dus hij is echt aanwezig. Dus daar moet je van houden. Ik vind de naam op zich, zeg maar Skin Frost, vind ik goed bedacht. Want het is echt een beetje een frosty effect. Waar de naam Princess Cut vandaan komt, dat weet ik persoonlijk eigenlijk niet. Maar ik vind het al grappig, zeg maar prinses van het knippen. Ik vind het leuk. Dit is dus mijn eerste Skin Frost. Ik heb alweer een tweede op het oog. Derde eigenlijk al. Ik vind Peach Goddess en Ice Cold heb ik ook heel erg mooi. En er is een nieuwe onderweg. Dat is Siberian Gold. En daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Maar voor nu ben ik heel erg blij met deze. En ik kan je ze tot nu toe heel erg aanraden. En ik ga je nog heel veel liefde en plezier aan geven. Dan was dit mijn unboxing. Dit waren dus alle dingetjes die ik heb besteld bij Jeffree Star Cosmetics. Abonneer zeker te weten op mijn kanaal als je de Swatch Party video niet wil missen. Hier even een kleine sneak peek wat je onder andere gaat zien. Ik heb namelijk niet alle kleuren. Maar wel een hoop. En zeker de populairste kleuren. Dus mocht je dat echt niet willen missen. En je bent nog niet geabonneerd op mijn kanaal. Ga dan zeker weten abonneren. Mocht je ook heel erg fan zijn van de producten van Jeffree Star. Abonneer dan zeker te weten op mijn kanaal. En doe mee met mijn winactie. Want je kan onder andere een product van Jeffree Star naar keuze winnen. Dus doe zeker weten mee. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Doe natuurlijk een duimpje omhoog als je ook zo dol bent op de liquid lipsticks en de Skin Frost. En alles van Jeffree Star Cosmetics. Want ik ben een heel erg groot fan. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. En dan zie ik jullie heel erg graag zondag weer. Dus tot zondag.